Ja, dat klopt. Het is een heel omvangrijk project en het is moeilijk om het goed in te schatten en te overzien. En de gemeente is samen met Flevo Landschap wel verantwoordelijk, dus ze willen gewoon grip hebben op het project, dus dat snap ik. En heeft u het gevoel dat de raad het nu allemaal snapt, tot in de finesse? Ja, ik denk dat de raad heel goed snapt waar de risico's zitten, dat ze heel goed snappen wat er nog moet gebeuren voordat we kunnen starten, waar hun kaderstellende rol ook zit of waar hun beslismomenten dan ook zitten in het proces. Zullen we dat dan nog even doornemen? Want dat wilde de raad wel heel graag weten. Hè? Van hoeveel gaan we nu eigenlijk investeren als gemeente? Hoeveel geld is dat? Ja, als gemeente investeren we 1 miljoen. Maar wat is het risico dat de gemeente loopt? Want daar is de gemeenteraad met name bang voor. Ja, en het risico is op zich niet zo heel groot meer in financiële zin. Omdat we hebben gezegd, bij die miljoen moet het blijven. En we hebben met elkaar afgesproken, als dan gaandeweg het project blijkt dat we veel meer geld kwijt zijn of denken kwijt te zijn dan we hebben met elkaar, dan gaan we eerst terug naar de raad en naar de siteholdersgroep. Daar zitten alle partijen in om te beslissen wat gaan we dan doen. Betekent dus eigenlijk dat de raad voor 1 miljoen aan de lat staat en dat is het op dit moment. Als men ja zegt tegen Schokland en zegt van ja wethouder ga maar door, dan loopt men totaal een risico van 1 miljoen euro. Ja, dat klopt. En we hebben natuurlijk, om heel volledig te zijn, we doen ook een investering met de Zuiderzeelijngelden, draagt de provincie bij, wij doen cofinanciering, dus dat zit er ook bij in, dus dat komt erbij. Maar dat is het dan ook wel. De raad was huiverig. Heeft u inderdaad de koudwatervrees weggenomen, denkt u? Zullen ze volgende week ja zeggen? Ja, volgens mij gaan ze die kant op. Ik denk dat het goed is, hoe meer je praat, hoe meer je tot elkaar komt en dingen kan verduidelijken en begrijpen. Dus dan wordt het ook scerper voor ze. Dus ik hoop echt dat deze avond bijdraagt aan een goed besluit volgende week.